aanbieden van de Sherwood Brothers. De Sherwood Brothers, bekend bij ons, de Drellemans, zo worden ze ook genoemd. Hoe dealen zij met het heel corona gebeuren in Suriname? De Sherwood Brothers in COVID-19 vlog van ATV. We gaan even een gesprek hier hebben en je ziet het ook op zijn badge. Meneer Jules Blinker, u bent? Ik ben de voorzitter van Sherwood Brothers. Als u hier kan staan, alsjeblieft, deze kant kan staan, ja. In de tussentijd komen de andere leden naar binnen. Meneer Blinker, hoe is het met u? Nou, we mogen niet klagen. De heren zorgen voor u en voor mij. Ja, hè. Alles nu momenteel is ranang over COVID-19. Hoe deelt de Sherwood Brothers daarmee? Nou, het is een zeer ernstige zaak. In het begin leek het alsof het een grappige zaak was. Maar nu is gebleken dat het een serieuze zaak is. Het is een serieuze zaak, hè? Ja. We hebben daar net onszelf ontsmet natuurlijk. Het is een gebruik van ons geweest. De laatste tijd hadden we het laten liggen. Maar met de komst van COVID-19 zijn we weer wakker geschud geworden. Waardoor we nu de zaak ernstiger proberen aan te pakken. Oké, ernstig proberen aan te pakken, meneer Blinker. Va processen wakano door een heer COVID-situatie. Alles is nu anders geworden voor de Sherwood Brothers zelf, zoals de Drageman. Ja, hij vraagt aandacht, ernstig, voor Sabita Akakis Inoasma. We zijn, niemand is gevrijwaardigd voor, alleen om drinkdressen op te zitten. We moeten ons goed voorbereiden, zodat het ver van ons weg blijft. Dat is onze motto. We letten op elkaar. Niet altijd lukt het om die 1,50 meter in acht te nemen. De omstandigheden zijn soms zodanig dat we in staat zijn. Maar dan nog proberen om elkaar te beschermen. Oké, meneer Blinker. Misschien dat de man ons met deze review. Er zo meteen een uitvaart natuurlijk. Jullie werkzaamheden gaan beginnen. Vertel even over het proces. Waar werd deals review bij jullie werkzaamheden? Want als je COVID hebt, dan heb je geen nodig in de werkzaamheden. Alles is een beetje veranderd nu, voor wat werkzaamheden betreft. Inderdaad. We hebben een setting. Soms kunnen we met 8 man, naar IT-law. Soms met 6 man, naar sectie-law. En dan hebben we naar lengte, naar verhouding. Naar verhouding worden de mannen dan geregeld onder de bar. En het is een kwestie van iedereen weet waar zijn plaats is en wat hij moet doen. En met COVID zijn we dan ernstiger geworden. Zelfs is er gevraagd als we geen neusstap zouden dragen. Er is heel wat theorie erover. Sommigen zeggen de mensen die ziek zijn moeten dragen. Zij die niet ziek zijn, hoeven niet te dragen. Maar we gaan ons daar eens nog over buigen om te weten als we het toch gaan doen. Oké. En vertel even meneer Blinker, fa als aan het begin te lijken begin kan je zich een rok voor Sherwood Brothers het begin en een aan mij eindig. Na de huidige situatie, we proberen zo min mogelijk voorkomen in de omgeving Pesmade. We hebben hier in deze zaal hebben we, al aangekondigd dat wij niet meer dan 30 mensen toen konden toelaten. Maar naarmate de zaak zich vertoont, merken we dat er soms hardere maatregelen getrokken moeten worden. Dus ik denk dat we, als we in de zaal mensen hebben, we gaan brengen naar 10. En we bereiden ons voor, als we gaan optreden, uitvoering geven aan datgene zou moeten doen, dan wij actie de familie, dat ik wat ik als jij. Laat ze dan naar buiten gaan, dan zijn wij alleen binnen. Voor ze ook zingen, want we doen een zingengroep. Ja, dat is dat. Maar nou, jammer genoeg, we vieren en we zingen. We willen zo min mogelijk eigenlijk, vooral alleen in de zaal. Buiten gaan we wel 2 à 3 liederen zingen, maar binnen niet. Omdat die bacteriën zweven, ook de ventilatoren zijn hier. Je weet wie wie is. Dus daarom zijn we zeer voorzichtig. Ja. En daarna, zei ze daarna, wat gaat dat doen? Daarna toch door zee, dan moet ik dat ook toe direct bijgooien naar eten. Dat aan het zingen wat we zingen, we zouden dansen toe. En tegen pokoe dat we dansen is met actie, dan een kleine vergoeding. Een bijdrage we actie daar. Nou normaal, ook toe dat je de sapje tjaka tjaka zou bevinden, ook toe. Er is gewoon weg te vallen ook. Ja, misschien Biggie Mandrape ook toe, meneer Grant. Als je ook even naar voren kan komen. Ik kan knap horen, meneer Blinker. Meneer Grant, de familieleden zijn wel een beetje ontevreden. Ja, ontevreden, niet zeggen, ja. Ontevreden kunnen ze zijn, maar het is ook voor onze veiligheid daarvoor. We willen het graag doen, maar voorlopig in deze fase van het hele gebeuren, van corona, zijn we gestopt ermee.
Ja. Nu hebben we een uitvaart, die mensen zijn nu aangekomen voor een rechtstreekse uitvaart. Ze hebben het thuis gedaan. En daar zijn ze nu achterin, ze wachten op ons. Mm-hmm. En dan kunt u ook meelopen om te kijken hoe het allemaal toe gaat. Kist ontsmetten, hendels, schroeven ontsmetten en daarna in de graf, in het graf. Maflakale, yo, missies, kom, 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 eigenlijk Sherwood brothers en sister. Ja, hoe gaat het? Ja, het blijft brothers, ja, hè? Ja, hoe gaat het met u? Ja, prima. Meneer Blinker gehoord. Hoe deelt u zelfs ook met heel COVID gebeuren in Suriname? Ik blijf thuis. Ik heb nergens om te gaan, dus ik blijf sowieso thuis. De enige ding is, Sherwood brothers is geen werk. Is gewoon een ontspanning. En dat heb ik nu nodig. Vanwege een beetje stress heb ik dat nu nodig. Dus als ik 's middags hier ben, we zijn klaar, dan ben ik gelijk weer thuis. Ja, ja. Nu zijn de werkzaamheden ietsje verminderd, is een beetje zwakker geworden, laat maar zeggen, voor de Sherwood Brothers. Hoe deel jij daarmee? Ik kan niet zeggen dat ik het leuk vind. Ik vind het niet zo leuk. Maar de andere kant, om te zeggen naar onze eigen veiligheid, voor onze eigen veiligheid, dan moet het. Mm-hmm. Dan heb ik geen reden. Heb ik geen andere reden dan te zeggen van het moet. En ik zou zeggen, jongeren, luister jullie alsjeblieft. Ik zie dat u met een nieuw wapen loopt van de Sherwood Brothers. Ja, dit is onze nieuwste wapen dat we nu hebben en dat we overal meegaan. Mm-hmm. Het is altijd één tot twee Sherwood Brothers zullen dit altijd bij zich hebben. Op het moment dat we bij één zijn, dan wordt dit altijd bij ons. Het is nodig. En ik mag u zeggen, we spuiten niet ons alleen. Want zolang je iemand ziet, een familielid of zo, die vraagt altijd, mag ik een beetje, mag ik een beetje. Dus u ziet, het is nodig. Okay. Men denkt er niet aan, maar het is nodig. En wij maken mensen alert. Geen opmerkingen alsjeblieft. We zijn nergens over het leer. De mensen hebben mensen gestuurd om opname te maken. Om te zien hoe wij hier werken. En zo gaan ze overal zo doen. Om correcties aan te brengen om ons wegwijs te maken. Maar ben je vooral de jongwang. Maar ik ben de jongwang aan de janon. Ik ben de jarenbosloop. Uno te corona mek raad. Was maar de ene COVID. Dit is maar melden. Onderlijk dragen maar dat. Kijk. Maar dat. En dat is het daarvoor. Was eigenlijk een protocol. Serie weinig serie van regels daarvoor. Ja. Volksgezondheid, dan gaan we ons daaraan moeten houden. Tot slot een boodschap naar ook de mensen die in die branche zitten waarmee je bezig bent. Een boodschap naar ze toe. Aan de boodschap aan alle dragers zou ik willen zeggen. Dragers, letten jullie op jezelf. Heb altijd het middel bij je om jouzelf te reinigen. Zo ook de mensen die daar aanwezig zijn. Let erop dat je niet tussen de familie te veel met de familie bezig bent. Ga het zingen verminderen. We weten dat jullie allemaal ook mooi weten te zingen, zoals bij ons. Maar zing alsjeblieft niet bij een open kist. Nadat je hebt gesloten, kan je één lied doen buiten, één lied. En dans niet te veel als voorheen met de lijken. De tijd komt terug. Daar heb ik alle belief in. Dida Siki, Bergontra. Oh.
veel hand schoenen. Mm-hmm. En horen thuis naar ons. Dat moet ook nog maar weer worden. Oké. Ja? Omdat de informatie over bacteriën en tanden. Er zijn wel hard schoenen die we daarvoor kunnen gebruiken. Dat gaan we in de toekomst nog even bekijken. En als je het voor Nati, we zijn naartoe bij Google Oracle, dat we dringen op team. Je moet hem op team pijn, op team shot, konja. Ja? Dan moet je dringen, maar ik was aan het. No tokuba, dat we ons werk bakken. Oké. No umus tokuba, umus to ons werk bakken. Oké. Dus dat wil ik nog even kwijt. Alright, bedankt meneer Blinker. Graag gedaan. Bedankt meneer Grant. Bedankt leden, alle leden van Sherwood Brothers. En onze motto is, jullie motto als je is, niets te doen hebt, niet bij thuis. Ja, dat is also. Je also naar Moropet. Ja, mooi is dat. De Sherwood Brothers. Deze mooie reportages die worden gemaakt door Horatio Indiaan, dat is een jongeman die werkt voor ATV in Suriname. En die maakt deze vlogs. En je kunt zijn vlogs volgen als je naar YouTube toe gaat. En daar halen wij ze ook vandaan. En dan laten we ze hier zien. Ik vind het echt heel mooi om te zien hoe Suriname omgaat met deze COVID-situatie. Goedenavond iedereen. Welkom bij The Ordinary Peeps. En we hebben een bommetje vol programma. Dus ik ga heel snel mijn maatjes erbij halen. Even kijken, die haal ik daar weg. En daar kom je aan. Eerst Peggy. Daar kom je, Peek. Even kijken. Daar ben je. Goedenavond, Peek. Hi, goedenavond. Hoe gaat het? Ja, gaat wel goed. Ik verbaas me van de domheid van de president van de Verenigde Staten. Die heeft mensen vandaag aangeraden dat ze Pinol en dat soort dingen moeten injecteren tegen het virus. Ja, wacht even. Ik haal Yvette erbij. Dan kunnen we dit direct even bespreken met z'n drieën. Ja. Yvette komt eraan en dan kunnen we door. Dan zijn we weer compleet. Hi everybody. Hallo. Hi, sweetie pie. Vervaak, jullie hebben je oorlog. Mijn soes was lekker, Pek. Oh, geweldig. Aslan, samenje, jullie hebben je oorlogskleuren op. Ik zie lippenstift, alles. Maar dat doen we iedere avond. Het is heel... Nu pas zie je het. Nu pas zie ik het, maar goed. Iedere avond om 9:45 ren ik de badkamer in en dan ga ik iets met mijn haren doen, make-up opzetten, want we gotta look good, baby. Yeah, but you look good. Ik heb mijn petje op, hè, voor een bad hair day. Ik zie het. Maar het staat je heel stoer. Oké, maar luister dan. Hou hem erin. Luister dan, Peek, je was begonnen met Donald Trump. Ik bedoel, hoeveel domheid kan iemand bezitten? Dat je daar echt met droge ogen als president van Amerika staat en tegen je onderdanen, om het zo te noemen, zegt dat ze maar Pinol en allerlei soort middelen, Dettol moeten injecteren en dat gaat helpen om het virus te verslaan. Dan ben je echt heel fout bezig. Nou, hoor. Ik moet je maar weet je, deze president heeft gezegd van, als ik ooit eens de politiek inga, dan word ik republikein, want dat is... Maar die zijn zo dom. Kiezers, want ja. Ik bedoel nog meer dan de stomheid van Donald Trump, dat ik me daarover verbaas. Ja. Al lang niet meer. Verbaas ik me over die mensen die op hem stemmen. En die nog steeds geloven in de dingen die hij zegt. Wow. Hè? Nou, ja, ik bedoel, ik denk dat onder normale omstandigheden dat deze man niet geen president van Amerika geworden was, maar dat hij in een gesticht had moeten zitten. Dat meen ik serieus, hè? Ja, nee, serieus. Ik snap niet. Ik snap het echt niet. Hij heeft een serieuze persoonlijkheidsstoornis. Ja, maar dat blijkt te werken. Maar luister jongens, we hebben echt een bommetje vol programma. Oké. Okay. Ik ga eerst, ik weet nog niet eens in welke volgorde we ze doen. Maar we hebben Mirjam, Mariam moet ik zeggen. Mariam Elmas Louis heet ze. Die gaat ons iets vertellen over de Ramadan. Heeft op het laatste moment ingehaakt. We hebben Mandy Schmid. En dat is de eetwijzeres, noem ik er altijd. Zij weet precies hoe je om moet gaan met voeding in deze stream. We hebben nieuws uit... de Eredivisie is gestopt. Dus we hebben David Ent. Die gaat ons daarover vertellen. We gaan naar Curaçao. Daar zit Stacia. En we beginnen...
Tenzij Yvette nog iets heel prangends te vertellen heeft. Nee hoor, laten we maar beginnen. Of zullen we de cijfers doen nog? Ja, de cijfers. Ja, de cijfers zijn niet echt spectaculair. We beginnen eraan te wennen. Hè? 123 mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen vandaag. 112 doden. Op de IC zijn we voor het eerst beneden de 1000 mensen. Want het is weer met 45 mensen gedaald. Maar wat mijn hart heeft gebroken vandaag. En ik vind het jammer dat we dat videootje niet hebben om het te laten zien. Ik zag het ook veel te laat. Is een Surinaamse verpleegkundige die in het Flevohuis werkt. En die laat zien hoe alle oudjes waar hij normaal voor zorgt, dood zijn. Hij zegt, oh, kijk wow. Hier. En dan gaat hij langs al die kamers. En dan laat hij gewoon lege kamers en bedden zien. En hij zegt, ik moet nu hun kamers opruimen. Glenn Wise heeft het gepost, dat filmpje. Met een hele tekst erbij. Zoals Glenn Wise waardig, heel verstandig. Ja. Maar echt zo, het breekt je hart als je dat ziet. Ja, het is bizar. Ik zal kijken of ik tijdens het programma dat filmpje kan downloaden. Ik weet niet of dat lukt, maar we gaan kijken. Een week of wat geleden, misschien 2 weken geleden, hadden we toen Italië nog hot was, weet je. En niemand eigenlijk precies wist. We hadden de schrik sloeg ons om ons hart, want in Italië was die eerste uitbraak in Europa, toen was alle focus daarop. Maar de afgelopen weken heb ik niets meer gehoord van Italië. Dus het leek mij zaak om onze vrouw in Italië te bellen, want helaas is Javaan, of gelukkig moet ik zeggen, gelukkig is Javaan weg vandaar. Maar Marcia zit er nog wel. En daar gaan we mee praten. Maar voordat ik Marcia in het programma haal, dan laat ik eerst even het Rome zien. Zoals wij Amsterdam in die stille beelden. Dit is Rome. Prachtige stad met zoveel historie, hè? Ja, fantastisch. Gebouwd op 7 heugels. Dag Marcia. Hoe gaat ie? Goedenavond. Come stai? Tutti bene? Benissimo, grazie. Voi come state? Tutto bene? Molto bene, sì. Het gaat al heel wat beter, Marcia. Un poco. Marcia, het gaat al heel wat beter, hè, in Italië. Nou, het gaat beter, ja. Ik heb een paar cijfers. Tot en met vandaag zijn er 150 medicussen overleden. Medici, 150? 150, ja. Wauw.
En vandaag zijn er 321 minder mensen die positief zijn. 420 doden. Ja. Dus vandaag, dat is, vandaag. Vandaag, ja. Vandaag 420. Dus maar dat is een groot verschil, want normaal gesproken hadden we jullie 1000 doden per dag. Ja, 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 ja. Dus het is een heel groot verschil. En vandaag zijn er 2922 mensen genezen. Ja. Dus dat wordt ook beter. Dat gaat de betere kant op. Dus het blijft nog steeds wel dramatisch, hè? Het is heel dramatisch, ja. En de positieve op het moment die zijn 106.527. Dus 321 minder als gisteren. En de meeste zijn natuurlijk in Lombardia en in Piemonte, dat is in het noorden. Lombardia, vandaag waren er 495 personen die dus nog positief waren, nieuwe. En in Piemonte 239. Dus dat zijn zo'n beetje... Ja. En dat zijn dan nieuwe gevallen? Ja, ja, dat zijn nieuwe gevallen. Hoe zit het met de maatregelen? Zijn die nu al een beetje aan het versoepelen, net als in Nederland? Nee, nog niet. Nog niet. En de aankondiging? Zoals Rome eruit zag. Ja. Dus zonder niemand op straat, geen toeristen. En ook de mensen, die blijven allemaal in huis. Dus ze zijn nogal toch wel streng. Want hier zijn ze wel heel streng met de boetes. Hè? Ja. Dus dat, ja. Maar is er uitzicht op verbetering, op versoepeling? Is er uitzicht op versoepeling? Ja, dus laten we zeggen in mei, in het begin van mei, op de scholen die blijven gesloten. De tot kinderen wanneer? Die gaan op september gaan ze naar school. Oh, dus de hele zomer is voorbij. De hele zomer. Ja. Dus alleen de hogere scholen en de universiteiten. Dat is dan na midden mei, dan kunnen ze hun wel weer beginnen. Maar die andere scholen, die beginnen in september. Dat blijft dicht. Dat vind ik heel bijzonder. Want hier in Nederland is de theorie, kinderen kunnen het niet overbrengen. Kinderen krijgen het niet. Ik zeg het heel gechargeerd hoor. Daarom doen we de scholen, de basisscholen, die gaan we vanaf. Wanneer is het, Peggy? Vanaf 24 mei, na de meivakantie of 14 mei, willen ze die weer open hebben. En middelbare scholen en universiteiten, die blijven dan dicht. En in Italië is het omgekeerde. Ja, dat is omgekeerd. Ja, want de kinderen en de jongeren die zijn kwetsbaar. En hier wordt er wel nu wel veel hulp gesteld. Er wordt die mensen krijgen €600 als bonus. Dus vooral die met die kinderen thuis zijn. Dus zodat ze dan ook geholpen worden als ze misschien oppas hebben of zo. Dus dat ze dat kunnen betalen. Er wordt voedsel gegeven bijna overal. En er is ook een soort krediet. Hè? Het heet RCD, Reddito di Cittadinanza. En plus voor de showbiz, daar is ook veel geld is daarvoor uitgesteld. Dus voor mensen die in theater werken, bij de film, of muzikanten, muzikisten. En die krijgen dan dat ook... Dat is geweldig van Italië, hè? Die denken meteen aan cultuur. Het zijn echt cultuurmensen. Maar ik vind het is totaal omgekeerd aan wat hier in Nederland plaatsvindt. Ja. Ik bedoel, de grootste klappen vallen in cultuur. En nou ja, goed, er is dan wel 300 miljoen voor uitgetrokken om de klappen op te vangen. Maar de kleinere gezelschappen, die krijgen zoals bijvoorbeeld het Bijlmer Parktheater, die krijgen helemaal niks. Nee, hier allemaal. Dus de theaters, maar dan ook de regisseurs. En ik zelf ook, omdat er zijn tot op dit moment zijn er 10 theatervoorstellingen van mij die zijn afgesteld. Dat gaat gewoon niet door. En dat waren theaters die waren ook al betaald. En wij worden daar wel voor vergoed. Dat zal in mei gebeuren. Maar we moesten dan ook alles doorgeven. Posters sturen, contracten en dit en dat allemaal. Maar dan worden we wel vergoed. En dat is de clash tussen
Italië en Nederland heel vaak. Want Nederland denkt dan aan business. Hè? Je business moet geld opbrengen. Maar de Italianen die denken aan cultuur. En zonder cultuur kan je niet leven. Dus die zetten daar hun geld in. Ja, het is ook wel voor de business ingesteld. Dus en ook voor de winkeliers. Voor de mensen die hun huur niet kunnen betalen. Want heel wat mensen die niet werken of geen geld krijgen. En dan krijgen ze wel een subsidie voor hun huur. Dus om de huur te kunnen betalen. Geweldig. En ook wie winkels heeft en zo. En die de huur ook niet kan betalen. Omdat alles gesloten is. En die krijgen dan ook subsidie. En andere mensen die kunnen dan ook financiële hulp aanvragen. Ook bij de banken. En een gedeelte krijgen ze dat ze dat niet terug hoeven te betalen. Dat is dus dat steunpakket waar Italië op doelde toen ze aanklopte bij de EU. Waar Nederland voor ging liggen. Ja. Dus ze waren allemaal, zijn ze heel slecht over Nederland aan het praten. Ja, ja dat begrijp ik nu. Want ze hadden geld nodig om dit voor jullie te regelen. Nou, in ieder geval. Er zijn sommige mensen die schrijven berichten van, we gaan niet meer bij dingen van Nederland op vakantie. Bepaalde CITO-webs, dus voor de vakantie waar Nederland dus ook zijn percentuale krijgt. Dus dan gaan ze daar niet meer op. En heel wat mensen. Ja, ze praten echt nu een beetje heel slecht over Nederland. Ja, snap ik. Ze zijn heel erg kwaad. Want ze zeggen, ja, waarom is dat? Dus dat ze dat niet willen. Omdat, ja, het is een pandemonia. Er is echt in Italië zijn er zoveel mensen overleden. Ja. Blijven nog overlijden. Dus er is echt wel hulp nodig. En zeggen Marcia. Dus, ja? Marcia, hoor je mij? Ja, okay. Dank je wel voor de update. We weten weer een beetje wat er in Italië gebeurt. We gaan je in de loop der tijden blijven stalken om ons te voorzien van nieuws uit Rome, want daar woon je in de buurt. En nieuws uit Italië. Voor het moment ga ik je hartstikke bedanken. Dank je wel. Dank jullie wel ook. En dag Marcia. Dag Marcia. Grazie. Doei. Baci. Baci. Ik weet niet wat het betekent, maar het klinkt zo. Baci is een kusje. Oké, dankjewel. En doei. Heel wat gekleurde kusjes, want dat zeg ik hier altijd. Baci colorati. Oké, doeg. Doei. Oké, we zitten bommetje vol, dus ik moet een beetje strak houden. Het volgende filmpje, dat moet ingeleid worden. Kijk, let op, hier is hij, deze man, die werkt al zo lang, heeft hij bij Ajax gewerkt. Ik weet eigenlijk niet of hij dat nog steeds doet, maar ik weet dat zijn hart nog steeds voor Ajax. Ik vond het vreselijk toen hij wegging. Echt, hè? Maar kijk, dit is onze volgende gast toen hij nog jong was. Let op, komt hij aan. 2085 nog steeds het rood en wit zijn. En natuurlijk worden de veranderingen aangebracht zo in detail. Maar het werkelijke shirt is onaantastbaar. Hey Giel, promotie voor Giel, promotie voor mensen die geen geld geven aan ons. Ja, maar goed, dit is aan het begin van het filmpje, daar kan ik niets aan doen. Nee, begrijp ik. Oh, wacht even. Oh, ik zie het filmpje niet. Het filmpje is al geweest. Nee, het filmpje loopt nog. Oh. Wacht even. Nou, ik had. Okay. Laten we David zien. David en Tom erbij halen. Weg met het filmpje. Oh, die boeven van Ajax TV. Die zorgen ervoor dat je dus wel het geluid hoort, maar niet het filmpje kan zien. Oké, nou, David er gewoon bij. Want dat is de man over wie we het hadden. David Ent. Kijk, je hebt in het filmpje heb je zwart haar. Maar je bent inmiddels behoorlijk grijs geworden, David. Nee, Gilly, dit is wit.
Wit, ja, dit is ik ben een witman geworden. Ik ben een echte bakker. Ja. Oké, David Ent. Het is geweldig dat je bij ons bent. Ik heb je gevraagd om met ons te praten vandaag, omdat vandaag het nieuws bekend geworden is. De Eredivisie. Mag ik, even onderbreken, Giel? Sorry. Maar zullen we David even aankeilen? Ja. Ja, wat doe je dat hij dus 100 jaar de woordvoerder van Ajax is? Nou, ja. Goedenavond, lieve mensen allemaal. Daar begin ik mee. Ja. Ja. Ik ben in 2013 gestopt. En toen heb ik een jaartje traumaverwerking gehad voor mezelf. Ja. En daarna ben ik begonnen. Ja, ik doe altijd van alles. Hè. Ik gaf verslag bij televisiewedstrijden. Van wedstrijden uit Zuid-Amerika vooral. Ik schrijf af en toe stukjes in de krant. En ik werkte voor een bureau wat jonge voetballers helpt. En ik ben sinds kort begonnen met een eigen bureau. Het heet Atlanta. Waar ik ook dus spelers begeleid. Dus met name jonge voetballers wil ik helpen om ja, de juiste beslissingen te nemen. En ze te helpen in die moeilijke wereld die het vaak ook is. Het is heel leuk, weet je. Voetbal is natuurlijk fantastisch leuk. Maar het is af en toe ook echt moeilijk. En een oude baas als ik kan ze misschien een beetje helpen. Nou, ik weet het wel zeker, David. Jij kent me niet meer, maar ik heb je leren kennen in de tijd dat mijn zoon in de jeugd bij Ajax speelde. Ja. En ik vond het vreselijk toen je weg moest naar aanleiding van de Cruyffiaanse revolutie. Maar David... Gewoon, hè? Hey, David weet nog wel wie je zoon is, hoor. Ja, weet je dat? Ja, je vader. Ja, Japan, ja. Bij Lazio, toch? Ja, ja, ja. Ja, ja. Hey, die man kent zijn klassiekers. Ja, ja, ja. Anyway, je doet ook zaken voor onder andere David Neres, toch? Begrijp ik dat? Nee, heb je dat goed begrepen? Nee, we hebben wel dezelfde naam, maar ik doe geen zaken meer voor hem. Oh, nee. Oké, maar je haalt wel spelers uit Brazilië en zo. Nee, ik kijk veel naar Braziliaans voetbal. En dus ik heb wel een beetje kijk erop. Maar zover gaat mijn macht niet dat ik ook nog over de oceaan in Brazilië spelers meepik zo. Oh, oké. Dat doe je niet? Niet in Brazilië. Gewoon spelers die in Nederland voetballen. Jongens bij AZ, bij Ajax, bij Utrecht, waar dan ook. Moet ik willen aansluiten. Ja, maar de meeste zaakwaarnemers die zoeken wel in Zuid-Amerika. Ja, wel, omdat ze goudzoekers zijn. En ik ben goudzoeker. Ja, precies. Maar er is iets raars gebeurd met de KNVB. Die zegt, we stoppen met het voetbal. Dus wij gaan bepalen wie er doorgaat naar de... Champions League. Of sorry, de Europa League. Ja, en mensen waren daar behoorlijk pist over. Want een paar ploegen hoefden ook niet meer te degraderen. Maar andere ploegen konden ook niet meer promoveren. En men was pist. Ja, natuurlijk. Ja, weet je, dit is een situatie. In het voetbal zijn we gewend om er een drama van te maken. Hè? Wanneer dingen gebeuren, is voetbal opeens zo groot en zo zwaar dat ze zeggen, dit is een drama. En ik zeg je, de wereld leeft in een tragedie. Is veel zwaarder dan een drama. En opeens wordt voetbal, ook die beslissingen van de KNVB, worden natuurlijk door iedereen die enigszins geraakt wordt, worden aangegrepen om opnieuw naar de rechter te gaan, te protesteren. Maar ik zeg je, er kan geen echte goede beslissing genomen worden. Alles wat je doet, alles wat de KNVB zou hebben gedaan, zou één partij of een andere partij of meerdere partijen pijn hebben gedaan. En in deze tragedie van de wereld waar we nu in leven, moet je natuurlijk ook kijken wat is zinnig, wat is werkelijk belangrijk. Voetbal is heel belangrijk voor een heleboel mensen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we verlost raken in deze wereld van corona. Maar kan jij achter het besluit van de KNVB staan? Vind je dat rechtvaardig? Nee, ik vind dat je gebruikt een hele goede term. Weet je, er wordt recht gesproken. Maar dat wil niet zeggen dat het rechtvaardig is. Maar ik denk dat op geen enkele manier zou iets rechtvaardig gemaakt kunnen worden in deze situatie. Het enige rechtvaardige zou zijn om de competitie uit te spelen. Maar ja, dat kan niet. Nee, dus je zit met die onmogelijkheid dat het niet kan. Je kan het niet waarmaken, je kan niet gaan spelen tegen alle regels in. Dus dat is een onmogelijkheid. En dat dwingt natuurlijk de beslissers, de mensen die ook uiteindelijk hebben besloten dat dit gaat gebeuren, tot een
maatregel waar niemand echt heel blij om kan zijn. En waar heel veel mensen ook pijn aan zullen hebben. Maar dat kan je niet zomaar weghalen. Je kan niet doorgaan door voetballen terwijl het onmogelijk is. En dat zou zullen natuurlijk... we Gilly, kan je erbij komen? Gilly is... Nou ja. Maar natuurlijk kan ik erbij komen. Maar het is natuurlijk heel zuur voor AZ. Want AZ had alle kansen om alsnog kampioen te worden. Ik bedoel, ten koste van Ajax. Ja, maar ja, het is ook zuur voor de teams als Cambuur. Die zouden promoveren en die nu gewoon in de Jupiler League blijven. Je hebt volkomen gelijk. Dus voor een heleboel partijen is het heel zuur. Maar die zure appel, als we het zo willen symboliseren, moeten we ook wel een keer door durven bijten. Want er is geen goede oplossing mogelijk. En ik gun het al die clubs en iedereen zegt, ja, maar als ik in de laatste minuut van de laatste speeldag die ene goal had gemaakt, waardoor we gered zijn in de Eredivisie, ja, dat zijn daar kan je op speculeren. Maar de situatie zoals het nu is, ja, die levert eigenlijk alleen maar deze oplossing op, ben ik bang. Wat ik gek vind, is bijvoorbeeld die situatie met FC Utrecht. Heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Willem II. Staat 3 punten achter op Willem II. De mogelijkheid bestaat, of had bestaan, dat Utrecht gelijk was gekomen met Willem II. Op doelsaldo dus boven Willem II in de competitie zou eindigen. Dat gebeurt niet. Dat zijn bijna onaanvaardbare dingen. Maar dit is een onaanvaardbare tijd ook. Ja. Je moet slikken die niets met rechtvaardigheid te maken hebben. En dat is pijnlijk. Maar uiteindelijk is het maar voetbal. Al zal dit seizoen, ook over 50 jaar, nog alle tongen losmaken. Zal iedereen het over hebben. Oké. Ja? Oké, ja, ik heb... Ja, Yvette roept iets beneden, maar die horen jullie niet. Maar ik wel. Maar ik wel. Er werd een vraag gesteld, en dat was deze vraag. En ik weet niet of jij daar antwoord op weet. En dat is, gaat Ziyech uitgesteld naar Chelsea? En loopt die Doekoe mis? Weet je dat toevallig? Ja, weet je, als die Doekoe misloopt, zal het hem niet pijn doen, denk ik. Daar kan ik mij ook nog iets van geven. Ja. Ja, ik kan me daar niet te druk over maken. Ik denk wel dat hij gewoon naar Chelsea gaat. Dat er een uitstel zal zijn van een transferperiode. Hè, want de hele wereld moet ook nog wachten op wat de UEFA, de Europese Bond, zegt. Misschien wel de FIFA, wat de reglementen zijn. Maar hij gaat absoluut naar Chelsea. En wanneer hij een paar miljoen minder gaat verdienen, houdt hij genoeg voor over om die kleintjes nog wat te geven. Ja, dus Doekoe is het probleem niet. Maar weet je, ik zit te denken, gaat dat voetbal zoals het was, weet je wel, mensen bovenop elkaar. Heeft de KNVB en hebben al die bonden al zicht op hoe het gaat worden eigenlijk? Weet je dat? Nee, dat zicht ontbreekt natuurlijk helemaal. Het heeft heel alles te maken met hoe corona zich ontwikkelt, misschien hopelijk verdwijnt, verjaagd wordt en nooit meer terugkomt. Maar alleen dat kan een echte duidelijkheid geven over hoe we verder gaan. En je ziet ook hoeveel verschillen er zijn, hè, tussen bepaalde landen. In Zweden wordt er heel anders gereageerd dan in Italië, Spanje, Frankrijk. Ja, die gasten, die trainen nog gewoon in Zweden. In Duitsland gaat de competitie, hè, na mei gaat toch ja, weer niet te geloven, ja. Ja. En dus je hebt overal ook weer lokale beslissingen van regeringen die invloed hebben op de sport in dit geval. He, al vind ik die sport misschien van ondergeschikt belang. Hoe veel ik ook van voetbal en alle sporten hou. Maar zo is het natuurlijk wel. He. Het is een beetje bijzaak op dit ogenblik. Het is great entertainment voor iedereen. Maar, en iedereen maar David, dan nog een laatste vraag. Want we weten allemaal dat de KNVB en de UEFA en noem maar op geld betalen aan clubs die kampioen worden. Daar leven clubs van winnen van competities. Ja, hoe gaat dat in zijn werk nu dan? Want niemand is winnaar geworden in de Eredivisie. Hoe gaat het geld verdeeld worden? Ja, over het algemeen betalen clubs hun spelers voor premies voor het winnen van de kampioenschap. Wanneer je de Champions League wint, krijg je een premie van de UEFA.
Ja, al die dingen zijn compleet on hold. Maar ik vraag me ook af, er is geen kampioen, maar er is wel een nummer 1. Gaan de spelers van Ajax hun kampioenspremie claimen? Ja, dat is allemaal, weet je, het hemd is nader dan de rok. Dus daar gaan ze weer aan knokken. Maar je stelt me een vraag die ik niet echt kan beantwoorden, want ik weet het ook niet. Ja, okay. David, iemand vraagt om even een verkorte versie van het besluit van de KNVB. Wat ik ervan begrepen heb, is dat ze stoppen met het seizoen, maar dat ze dan bepaald hebben dat de eerste die nu bovenaan staat, dat die naar de Champions League gaat, dat niemand degradeert en niemand promoveert. Ja, dat is het korte besluit, hè? Of is, is het anders? Nee, zo klopt het. Er is dus ook geen kampioen bepaald, maar wel bepaald dat de nummer 1 op de ranglijst, zoals hij nu is, als eerste doorgaat naar Champions League. En nummer 2, dat is twee ook, AZ ook. Die gaat voorronde spelen. Ja. En, zo, en Feyenoord is de klos. Nee, Feyenoord gaat spelen in Europa League. In de Europa League, ja. Okay. Maar het is wel jammer voor Feyenoord, want die zaten in een ongelooflijke flow de afgelopen periode. En het is gewoon kloten dat dit gebeurt. Ik heb er geen ander woord voor. Maar het is wel het verstandigste wat de KNVB op dit moment gedaan heeft, volgens mij. Ja, en er zal nog een bergdiscussie komen. Iedereen gaat op zijn achterste benen staan. En dat heeft te maken dat ze allemaal vechten voor hun eigen gelijk, voor hun eigen positie. Of dat nou gebaseerd is op redelijkheid of niet. Maar zo zit de wereld in elkaar. En ja, dus ook daar zullen we doorheen moeten. Oké. David, we moeten allemaal dus door de sturen appel heen bijten. Maar Gilly, jij gaat afsluiten, hoor ik. Nou, nee, ga je gang. Ik moet je zeggen, ik heb nog een radiomaakster in het programma. Die moet nog een vlog gaan maken. Dus die moet ik ook aan het woord laten. Maar ik vind het geweldig om met David te praten. Ja. En ik vond het heel fijn. En trouwens, ik ben blij dat je getrouwd bent. Want echt, ik moet dit erbij zeggen aan de kijkers. Als Priscilla, dat is David zijn vrouw, er niet was, hadden we hem niet in beeld gekregen. Want die gast is een digibeet. Hij weet alles van voetbal. Hij is een superwoman. Hij weet alles van voetbal, maar van computers weet hij niets. Dus Priscilla, hartstikke bedankt. Dank je wel, David. En bedankt. Lieve vrouwen, tot ziens. Doei. Lobby. Doei. Kaboom. Oké, nou geweldig. Ik hou van die man. Wacht even, ik heb Peek. Ik heb je er per ongeluk met het filmpje er ook uitgedrukt. We gaan het hebben over over de Ramadan. Ik was eigenlijk van plan om Mandy op dit punt te doen, maar we hebben op het laatste moment hebben we Mariam El Masloui in het programma kunnen krijgen. En daar ben ik erg blij om. Welkom in ons programma, Mariam. Hi, welkom. Hi, Mariam. Hi. Mariam, je werkt in Den Haag. Je bent bezig op politiek niveau. Je werkt voor de Stadspartij. De Haagse Stadspartij. De Haagse Stadspartij werk je. En je bent moslima. Klopt. En ik moet een podcast opnemen, want ik ben ook medeoprichter van de Dipsaus podcast, die ik samen met Anushan Zume en Ebise Wakshira Rao maak. Dus ik ga straks een Dipsaus Ramadan Talks doen. Oké. Okay. Dan moet ik door. Oké, dus daarom schuif ik je nu even voor. Dank je wel. Ja, ik schuif je nu even voor Mandy. En Mandy die hoort dit. En die zit heel, heel boos naar mij te kijken nu. Maar sorry Mandy, ik weet niet wie je bent, maar sorry. Maar goed. Mirjam, wat betekent deze COVID-19 situatie voor de Ramadan? Nou, het betekent dat het is wel heftig. Want de Ramadan is wel een tijd waarin je ervoor kan kiezen om heel veel mensen te gaan opzoeken die je misschien in eerste instantie heel lang niet hebt gezien. Samen te eten. Normaliter worden in Nederland ook heel veel iftars georganiseerd. Dus iftars, iftars betekent eigenlijk ontbijt. Dus dan eet je samen, dan breek je je vasten met elkaar. Het betekent voor mij bijvoorbeeld, ik zou vandaag vliegen naar Marokko om de Ramadan te vasten met mijn familie. En nu zit ik alleen in Den Haag. Dus ja, en ook het gebed. Hè? Dus
Tijdens de maand Ramadan is er een speciale, je kan het een avond-Koraandienst noemen. En dan wordt er elke avond een deel van de Koran gereciteerd. En dat de hele gedurende Ramadan, totdat die helemaal gelezen is. Dus ja, het heeft wel wat effect. Dus in plaats daarvan gaan mensen thuis bidden. We kunnen niet bij elkaar op bezoek. Dus ja, het is wel even pittig. Ik kan niet naar mijn zus en de kinderen om samen het vast te verbreken. Dus ja, het heeft wel een impact. Heftig, ja. En mensen, ja. Mensen gaan niet meer naar de moskee. Maar is er dan sprake van livestreaming zoals wij dat nu doen? Ja, dat klopt. Er zijn ook voordat de Ramadan begon, zag je al dat bepaalde moskeeën bijvoorbeeld quiz deden om toch contact te houden, ook met mensen. Hè. Dus het is zeker niet zo dat iedereen bijvoorbeeld die moslim is, ook niet eenzaam is. Dus ze gaan zeker ook Facebook live gebruiken om te reach out, hè, to people. Ja, je hebt contact natuurlijk met je familie in Marokko. Mm-hmm. Wat voor impact heeft die coronacrisis in Marokko? Ja, nou ontzettend. Kijk, Marokko is een land dat is een islamitisch land. Dus het kan zich volledig aanpassen aan de Ramadan. Dus mensen gaan wat later naar werk, werken wat langer door. Maar een van de redenen waarom ik graag naar Marokko wilde gaan en om daar te vasten, is omdat je dan ook in de avond even, weet je, om 1:30 s'nachts even langs de boulevard kan gaan lopen, een ijsje kan nemen. Het land is daar zo aan. Ja, het is gewoon een van de belangrijkste maanden in het islamitisch jaar. Dus ja, nu mag dat allemaal niet. Er wordt een curfew, komt daar. Dus na 7 mag je niet meer naar buiten. En dat allemaal om de verspreiding van de COVID-19 tegen te gaan. Omdat Marokko weet dat het een hele zwakke healthcare system heeft. En dat ze dat zeker niet aankunnen. Dus zij hebben wel een hele strenge lockdown. Maar hoe is het in Marokko? Hoe erg is het, land getroffen? Relatief weinig. Een handjevol doden. Ik weet niet uit mijn hoofd de cijfers, maar mijn vader zit in het zuiden van Marokko. En ja, iedereen is wel super voorzichtig, maar het valt daar ontzettend mee. En dat heeft gewoon ook te maken met de vroege lockdown en ook geen vluchten uit Europa accepteren. Europa waarin, weet je, de meeste besmettingen nu zijn. En de besmettingen een maand geleden die in Marokko waren allemaal van Europeanen. Ja, en het lijkt me wel makkelijker om te vasten tijdens deze lockdown. Nou, ik ga liever naar werk, want dan gaat de dag wel sneller voorbij. Ja, tuurlijk. Ik persoonlijk ga liever naar werk en dan kom ik thuis en dan doe ik een dutje en dan ga ik koken. Dus vandaag, ja, weet je, nu kan je niet even een wandelingetje maken of zo. Dus ja, ik vond de tijd wel een beetje langzaam gaan, maar verder viel het ontzettend mee. Ramadan is ook gewoon echt de state of mind. Mariam, dat is dus precies waar ik het even met je over wilde hebben. Want ik bedoel, hier, laten we zeggen, de westerse moslims, de westers georiënteerde moslims, de Marokkanen, de Turken, die toch een beetje interactie hebben met Duitsland, Nederland, Frankrijk, je weet toch. Mm-hmm. Daar hebben we een soort van ander bewustzijn. Maar in Indonesië, zijn er een paar groepen die daar toch wel anders over denken. Ik laat je eventjes dit filmpje zien. Okay. En dan dit is hoe ze reageren in Aceh. Now, Muslims across the world are marking their first Ramadan in the time of the coronavirus. For the first time, millions will have to observe social distancing measures during the fasting month. Indonesia, which has the world's biggest Muslim population, has shut most mosques in the country and urged its people to pray at home instead. Indonesia's largest Islamic organizations also told followers not to gather for iftar dinners to break fast. But local reports say thousands of Muslims in the autonomous Aceh province had defied national guidance on safe distancing measures and gathered to pray at the Baitur Rahman Grand Mosque.
Dengan kita sholat berjamaah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada seluruh dunia, semoga wabah ini cepat hilang. Karena kita rasa berdoa bersama ini mungkin bisa terhijabah doa kita semua. Saya tahu bahwa corona ini sangat membahayakan, cuma dengan kita menjaga jarak, dengan kita bercuci tangan, sebelum itu memakai masker, jangan lupa memakai masker. Indonesia has reported its biggest daily jump in new coronavirus cases. It confirmed 436 fresh infections, bringing the total to more than 8,200. The death toll has also climbed to nearly 690. In a bid to curb the contagion, President Joko Widodo has banned people from returning to their hometowns ahead of Ramadan. Stricter movement restrictions will kick in progressively this week. Starting today, all non-essential sea travel will be halted, while the ban on air travel will kick in tomorrow. It will last till the end of May. Exemptions will be granted for cargo transport along with repatriation and diplomatic flights. Ja, kijk, dit zie je een beetje globaal wel, hè? Dat er overal wel groepen mensen opspringen die de lockdown uitdagen. Ik bedoel, heb je ook in Amerika de beetje de rednecks gezien die gaan protesteren tegen de lockdown? Ja, dit is... Wat is niet zo waanzinnig, hè? Ja, het is ontzettend jammer, weet je wel, wanneer de mensen... Ja, weet je, ik ben de eerste die zegt fight the power, maar at the same time, weet je, als je thuis moet zitten, moet je gewoon thuis zitten. Ja, doe het! Doe het! Nee, ga naar die moskee! Doe het! Ja, echt, joh. Doe het! Mirjam, hartstikke bedankt. Ga snel naar je podcast, hè. We gaan luisteren, yes. Hè. Dipsaus is het, toch? Dankjewel. Wat zeg je? Dipsaus, ja. Je hebt ze zeker voor vrouw van kleur en door vrouw van kleur. Gaan we luisteren. Oké, doei. Dankjewel, Mirjam. Maria. Bye. Doeg. Fijn. Heel goed dat Mirjam ons kon bijpraten over wat er daar gebeurt. We gaan het hebben over eten. Ik bedoel, dus Ramadan is een tijdje van vasten. En als je dan daarna gaat eten, is het wel van belang dat je goed eet. En de eetwijzeres, dat is Mandy Schmidt, die maakt dit soort filmpjes en dan geeft ze tips over eten. In deze video vertel ik jou hoe je in dit coronatijdperk toch jouw vitamine C kan binnenkrijgen. Iedereen is in paniek en grijpt mis, want letterlijk overal zijn de potjes vitamine C uitverkocht. Maar geen paniek, want er zijn genoeg fruit en groentes die boordevol vitamine C zitten. En daarom maak ik nu elke dag een smoothie die boordevol vitamine C zit. En niet alleen omdat het makkelijk, snel en lekker is, maar vooral omdat het super gezond is, vooral nu. Ik ga je laten zien hoe mijn smoothie er van vandaag uitziet. Wist je dat bij voldoende vitamine C ijzer goed kan worden opgenomen? En goed opgenomen ijzer versterkt ook jouw immuunsysteem. Hey Mandy! Hey, hoi! Hi Mandy! Hi, vet. Hoi, Gilly. Hoi. Ik zie niemand, hè? Ja, nee. Ja, daar zijn we. Je zag niemand, maar wij zagen jou wel. Oh, dit filmpje heb ik op Facebook al, ben ik al eerder tegengekomen. Toen dacht ik nog, oh, die smoothie moet ik maken. Dat moet je zeker doen. Hij is lekker. Ja, ja. Nou, ik wil even duidelijk maken dat die smoothies, die zijn tegen honger. En ze zijn ook om je immuunsysteem op te bouwen. Maar ze helpen niet tegen het COVID-virus, hè? Laten we dat even duidelijk stellen. Niet dat mensen gaan denken, als ik die smoothie drink, kan me niets gebeuren. Toch? Nee, dat klopt. Dat klopt. Dat, okay.
dat helpt niet. Maar het helpt natuurlijk wel dat als je je immuunsysteem fit houdt, dat je natuurlijk minder vatbaar bent voor wat voor virus dan ook. Hè? Niet alleen voor corona, maar ook voor een andere griep of whatever, weet je wel. Ja. Dus hoe fitter je bent, hoe minder kans je hebt dat een virus je grijpt sowieso. Ja. Ja. En hoe sneller je beter wordt als je het krijgt. Precies, precies. En het is wel zo dat ik volg nu wel heel veel mensen die zich bezighouden met dat virus. En elk virus heeft voor zijn replicatie bouwstenen nodig. En het coronavirus leent de bouwstenen uit de stofwisseling van glucose en vet. Dus dat wil zeggen dat als je op je voeding gaat letten en dus eigenlijk niet te veel voeding tot je neemt. Hè? Want je hebt ook wel meegekregen dat mensen met wat overgewicht meer last hebben van het virus als ze ziek zijn. Maar ook dat ze sneller bevatbaar zijn voor het virus. Dus dat het ook sowieso altijd goed is om daarmee bezig te zijn met je gezondheid. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat we hebben, naar mijn idee, weet je wel. Zonder je gezondheid, ik bedoel, je kan geld hebben, je kan alles hebben wat je wil, maar als je er niet van kan genieten, ja. Ja, who cares? Ja. Toch? Maar ik snap nog even niet, want het virus neemt dus bouwstenen. En hoe moet ik dat precies zien? Ja, zeg maar, om zich te vermenigvuldigen, zeg maar, het virus, heeft het bouwstenen nodig. En die leent dit virus uit de vetstofwisseling. Dus, dus vandaar. Dus daarom is het eigenlijk van belang dat je die gewoon stabiel houdt. En sowieso dat je, als je overgewicht hebt, of als je daar, eigenlijk mensen met overgewicht zijn gewoon wat vatbaarder voor het virus. En zullen ook wat minder goed door het hele ziekteproces gaan. Ja, want behalve dus want zo'n smoothie die je maakt elke dag een ander smoothie. En is dat echt gebaseerd op om veel vitamine C naar binnen te krijgen? Want ik heb wel eens gehoord dat je lichaam, als je normaal eet, voldoende vitamine C naar binnen werkt. Dus dat het helemaal niet nodig is om extra vitamine C naar binnen te krijgen. Ja, dat is dat. Kijk, wat is normaal? Voor jou is het misschien normaal om 5 stukken fruit te eten. Voor iemand anders is het normaal om 1 keer in de week 2 stukken fruit te eten. En als je ook gaat kijken naar de kwaliteit van onze voeding sinds de industrialisatie, is ons voedsel zo dusdanig bewerkt en ook de manier waarop het verbouwd wordt, blijkt uit onderzoeken eigenlijk dat de hoeveelheid vitamine en mineralen met bijna 50% is teruggenomen. Dus eigenlijk als je al heel gezond zou eten, dan mijn inziens kom je toch nog niet dingen tekort. Nou, dus het is altijd, vind ik, gestopt. Om bij te suppleren, om een basis suppletie erbij te hebben. Dus wat extra vitamine C, wat extra, misschien een multi, nog wat andere dingetjes. Als je het niet uit je voeding haalt, als je daar niet superbewust mee bezig bent. En bedoel, we hebben allemaal een druk leven, we hebben allemaal een heleboel dingen te doen. Dus eten komt niet altijd op de eerste plaats. Tenminste, lekker eten wel. Je geeft tip over, waar kunnen we dat zien? Wat zeg je? Jij geeft tips hierover. Waar kunnen we dan? Yvette is even gevriesd. Ze vraagt, je bent even gevriesd. Ja. Ja. Yvette was even bevroren. Een paar keer al. Nee. 1 keer. Maar kun je vraag nog 1 keer stellen? Ja, nou, ze geeft dagelijks of een paar keer per week tips hierover. Waar kunnen we dat zien? Nou, ik geef 1 keer per week een tip op video. En dat kan je zien op mijn pagina op Facebook, Eetwijspraktijk. Daar post ik ze. Okay. Dus elke week komt er een video met weer een nieuwe tip. En al die tips staan gewoon op jouw website? Ja, die staan op Facebook en op YouTube. Je Facebook heet Eetwijspraktijk. Eetwijspraktijk,
Ja. Ja. Nou, hartstikke bedankt, Mandy. Dankjewel. We gaan met z'n allen naar jouw Facebookpagina om ons immuunsysteem wat op te vijzelen. Heel goed. maar luister dan. Alhoewel, nee, is oké. Okay. Ja, ja? Wat wil je zeggen, Giel? Nee. Want ga door, Giel. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zit ook een beetje naar die comments van hiernaast te lezen. En Flos Rusveld. Die zegt, ik hou niet van die bruine avocado in die mix. Dus, maar juist als die avocado een beetje bruin is geworden, is het perfect om het juist in de mix te doen. Dan hoef je het niet te eten en dan hoef je hem ook niet weg te gooien. Ik eet iedere dag avocado. Ja. Heel goed. Nou ja, okay, juiste vetten. Ja. Ik ga het overwegen om ook een van die smoothies te komen eten. Want ik zeg het je, het is ook mijn ding niet echt. Vooral jij moet het eten, Gilly. Hey. Jij? Ja. En ik zie ook in de comments dat iemand geeft aan dat vitamine D heel erg belangrijk is. En dat klopt ook. Ja. Vitamine D is eigenlijk een hormoon, maar zo noemen we het een vitamine. Maar is ook heel belangrijk. En dat krijg je ook niet zo uit je voeding. Dus tenminste, als je vette vis eet, heel veel. Maar en zeker als je een gekleurde huid hebt, een donkere huid, dan is het ook moeilijker om op te nemen. Oh, nou, dit is een heel gevoelige snaar, maar daar gaan we de volgende keer wel dieper op in. Waarom is het gevoelig? Nou, leg het mee uit. Leg het mee uit. Mensen met een donkere kleur, die hebben heel veel zonlicht nodig. En omdat we daar een tekort aan hebben, hebben we een tekort aan vitamine D. Hey, don't eat me. I'm just asking, you know what I mean? Jij komt met gevoelig. Ja, je zegt dat het gevoelig is. In het erop gooien. Maar het is niet gevoelig. Je zit gewoon op de verkeerde plek, de aardbol. Ja, okay. Zo is niet dat. Niet zoveel drama, Giel. Hey, luister, dames. Hey, luister, je weet het, ik heb de macht om jullie weg te drukken. Hè? Dus doe even rustig, jullie allemaal. Maar ik wilde je bedanken voor dit alles. Ik wil ook dat de kijkers weten dat deze wijsheid niet zomaar is. Je hebt er 6 jaar voor gestudeerd. Je bent natuurgeneeskundig therapeut en dat heb je gedaan op de hogeschool voor Hippocrates. Hogeschool van Hippocrates in Bloemendaal. Het is de enige plek waar mensen met je, hoe heet dat ding? Met je ziekenfonds, kan je zelfs bij haar terecht. Toch? Ja. Okay, perfect. Mensen die aanvullend verzekerd zijn, kunnen bij mij terecht. Het gaat niet van je eigen risico. Dus mensen die hun lifestyle willen verbeteren of die daarmee aan de slag willen en niet weten hoe ze het aan moeten pakken, die zijn heel erg welkom. Oké. Okay. Mandy Schmid, hartstikke bedankt. Dankjewel, Mandy. En we spreken snel weer. Ja, dankjewel. Heel veel succes hè, met een mooi programma. Dankjewel. Doeg. Doei. Doei. Wat een mooie mens hebben we vandaag allemaal in de stream. Ja, misschien moeten we een rubriek maken, gezond eten, Giel. Ja, dat gaan we doen. Het volgende onderwerp, want eten is een beetje een... wacht even, dit is het verkeerde videootje. Eten is een beetje een rode draad in ons programma van vandaag. Want we gaan naar Curaçao. En op Curaçao hebben we onze vrouw op Curaçao. Ik haal het eerst in de stream en dan zoek ik het juiste filmpje. Over 3 seconden zit je erin, Stacia. Even kijken. Boom, daar ben je. Stacia. Hi, Stacia. Hi. Hallo. Hi. Komt erbij. Boom, boom. Wat daarbij hoop je, Bong? Oké, dat is alles wat ik kan in het papiamento. Dus ik ga je overlaten aan de mensen die dat wel kunnen. En dan ga ik het filmpje opzoeken. Stacia, je hebt het heel druk, hè? Want ja, ik sprak je vanmiddag en je was in de loods. Wat doe je in de loods? Nou, vandaag in de loods hebben we 1500 voedselpakketten ingepakt. Dus inderdaad is het erg druk. Gisteren zijn de producten aangekomen en vandaag hadden we 30 vrijwilligers bij elkaar. En die hebben het voor elkaar gekregen om die 1500 pakketten klaar te zetten. En morgenochtend komen de verschillende instanties naar de loods toe en die halen de pakketten op. Want je doet dit namens de...
De voedselbank, die verzorgt al jarenlang dit soort voedselpakketten. Maar nu, sinds COVID, werken we samen met verschillende hulporganisaties. Dus we hebben Caritas, dat is een vereniging van kerken, van de katholieke kerk. We hebben de Rotary, die staat achter ons. We hebben Alianza, dat zijn een aantal organisaties die met name met de jeugd werkt. En Unidad de Barrio, die doen er allemaal aan mee. En elk met zijn kracht hebben we allemaal onze krachten gebundeld om dit heel, heel groot te maken. Oké, hoe vinden jullie die gezinnen die dat nodig hebben? Ze melden zich aan bij ons op verschillende manieren. Eerst was er een nummer open van de SOAW, dat is het Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid. Maar daarna hebben we zelf een telefoonnummer geopend. Dat nummer is lokaal 529-1919. Dat is een WhatsApp-nummer. Daar kun je je naam, adres, ID-nummer en telefoonnummer op sturen. En dat wordt dan bij ons opgepakt. En zo maken we lijstjes waar we naartoe moeten om de voedselpakketten af te geven. Yvette. Ik zag vanavond Jan Duno op televisie. En die kwam echt met dramatische verhalen over ouders die niet eten omdat ze hun kinderen willen laten eten. Zo weinig voedsel is er in huis. En mensen die echt weken gewoon niets te eten hebben. Is dat echt aan de hand op Curaçao nu? We merken dat de nood heel erg urgent is. Wat is er gebeurd? Heel veel mensen die worden aan het eind van de dag betaald of die zijn bezig met haren vlechten en dat soort dingen. Dus die worden per klus wat ze hebben betaald. En van de ene dag op de andere viel dat helemaal weg. En dan heb je inderdaad niks. Misschien heb je nog een week te eten in huis en dan houdt het op. En dat is nou alweer een paar weken geleden. Ja, en ik heb ook begrepen dat mensen worden afgesloten van water. Nou, dat was niet nieuw. Dat deden ze al als ze achterstallige rekeningen hadden. Maar dat hebben ze weer geopend voor iedereen toen dit COVID bekend was. Want het is heel belangrijk dat je goede hygiëne hebt. Precies. Hè? Juist. Dus alle wateraansluitingen zijn op dit moment geopend. Oké, fantastisch. Ja. En hoe zit het met elektra en dat soort dingen? Mensen die uit hun huis worden gezet omdat ze de huishuur niet meer kunnen betalen. Ja, wel, daar merken we ook wel wat van. Mensen inderdaad kunnen hun huur soms niet betalen en die gaan dan van één plek naar een ander verhuizen. En dan belanden ze bij familie, waardoor ineens heel veel families in één huis wonen. Zeker nu met de COVID dat de straten afgesloten zijn, dat geeft de nodige stress in het huishouden. Maar dit is wel de realiteit van de zaak. Ja, want hoe zit het dan met huiselijk geweld? Ben ik niet van op de hoogte. De politie heeft aangegeven dat er geen verschil is. Maar bij sociale zaken bereiden ze zich er wel op voor. Wanneer de periode van lockdown over is, dan gaan we zien wat de situatie dan is. Okay. Kunnen jullie het wel aan op dit moment? De vraag is groot, is heel, heel erg groot. Zowel bij sociale zaken als bij ons is het aantal aanmeldingen enorm, enorm. Wij hopen tegen volgende week woensdag de achterstanden te hebben ingehaald. Dus dan heeft iedereen die zich heeft aangemeld tot deze week zondag, die heeft per woensdag een voedselpakket. Ik heb ook gehoord... Daar lopen ze nog achter met... Daar doen ze een extra controle. Ze gaan de mensen terugbellen en vragen wat de situatie is. En dat doen we eigenlijk niet. Ik heb gehoord dat er een benefiet georganiseerd wordt. Zaterdag. Ja. Via de Instagram van Jan Duno. Met Edcilia en met Glennis Grace. Broederliefde, Pook. Een heleboel bekende Nederlandse artiesten. Ja. Weten jullie daarvan? We zijn ervan op de hoogte, ja. Heel veel mensen die organiseren iets heel snel en dan informeren ze ons. Jan Duno heeft ons inderdaad geïnformeerd daarover en de persgroep is daar meer van op de hoogte. Dus in het programma zou ook iemand van de voedselbank uitgenodigd worden of van samenwerkende hulporganisaties die ook iets kan zeggen van de situatie op Curaçao zelf. Okay, en weet je ook wanneer dat is?
Nee, ik kan je specifieke details niet geven. Oké, goed. Oké, ik heb een filmpje klaarstaan van 2 minuten. Die is weliswaar niet van nu, maar het gaat wel over jouw organisatie en over het soort werk wat je doet, zodat mensen een klein beetje een indruk hebben van hoe dat gaat. Het is van voor de COVID-epidemie, of pandemie moet ik zeggen. Op de internationale dag van de uitroeiing van de armoede dreigen meer Curaçaonaars juist daarin te vervallen. Door de toenemende werkloosheid worden nog meer mensen afhankelijk van een onderstandsuitkering. Kan je doen voor 150 in 2 weken? Dat is een tientje per dag. Als je dat mij vraagt, ik kan zuinig leven. Misschien kan ik het een maand volhouden. Agnes Koblenz van de Stichting Acute Noodhulp Armoede ontmoet dagelijks de ongehuwde moeders die van dat bedrag moeten leven, meerdere kinderen hebben en in de steek gelaten zijn door de vaders ervan. Haar ervaringen komen overeen met die van Alejandro van Putten van het arbeidsgericht onderwijs AGO in de wijk Montaña. Op uw mama soltero por tajaña una entrada chiquito para luna, anto ese mitad luna ya estaba nanta melo no tiene nada, nada más está bien cerca a mí. Meneer, ahora me no tengo cosas de comer. Mama dice, meneer, por manda algo de comer para casa. Zulke gezinnen krijgen eens in de 2 maanden een voedselpakket van de Voedselbank Curaçao. Bedankt dat jullie vandaag allemaal aanwezig zijn en willing zijn om te helpen en dat jullie je tijd hierin steken. We gaan aan de slag. 1 keer per maand komen de vrijwilligers naar een loods, stellen voedselpakketten samen. Die gaan naar 25 verschillende instanties, zoals SANA en het AGO. Die brengen ze vervolgens naar daar waar de nood het hoogst is. We hebben een 400 pakketten mens en necessidad dat te. Pero ahora aquí turende saco economía de Curaçao. Daarbij bij hopie atrás. De autonomie van Curaçao 10 oktober 2010 bracht geen enkele verbetering voor de voedselbank. Een subsidie van 100.000 gulden verviel. De stichting werd volledig afhankelijk van donaties. Het aantal voedselpakketten ging van 400 naar 100. We proberen hier met dit een klein steentje bij te dragen. Ik denk dat het wel helpt, maar het zijn echt kleine druppels op een grote gloeiende plaat. De AGO's... Ja, tot hier dit filmpje, maar dan hebben we een indruk van onder wat voor omstandigheden jij daar je werk moet doen. Wat is jouw persoonlijke drive om dit te doen, Cesia? Oh, wacht even, ik moet even je microfoon even aandoen, sorry. Excuses. Kun je het antwoord nog één keer geven? Ja. Ik vind het prettig om mensen te helpen. Nu zijn we heel erg op dreef. Heel veel mensen helpen mee, heel veel vrijwilligers. En ik moet zeggen, we krijgen sinds gisteren allemaal appjes terug van hartelijk dank, ik ben zo blij met mijn pakket. Dus het is heel leuk om dat terug te krijgen. Mensen zijn heel dankbaar. Op menselijk niveau is het goed dat je dit doet. Yes. Nou, ik vind het echt geweldig. Wacht. Als er mensen zijn in Nederland die willen helpen, wat kunnen ze doen? Nou, financieel? Een bijdrage te leveren op de bank. We hebben een rekeningnummer bij ING Bank. Dat staat op naam van Stichting Hulp aan Curaçao. En ik vind de nummers in Nederland erg ingewikkeld. Het is NL58INGB. Ja. 3x0928-0138. Nog een keer. NL? Ja. Nog een keer? 58. Ja. INGB. Ja. 000. Ja. 928-0138. Okay. We hebben een nog veel makkelijker website. Daar kun je met 1 klik op doneren. Dat is de website van ksd.cw. ksd.cw. En dat is Curaçao Solidario y Duradero. En dat is een van de partners met wie wij samenwerken. En ze hebben gemaakt dat het heel makkelijk is om vanuit Nederland bij te dragen. ksd.cw. Oké, dankjewel. Je hebt lang moeten wachten vanuit Curaçao om aan de beurt te... Zeggen?
Ja, natuurlijk. Voor de mensen die graag Jandino willen zien, dat is op Jinek vanavond om 11 uur RTL 4. Oké, okay, het is inmiddels hier al 12 uur, maar het duurt... ze kunnen het absoluut terugkijken. We kunnen terugkijken. Dus, ja, dus dat... Het was tegelijk. Ja. Ja. Oké, okay, nou, ik wil je hartelijk bedanken voor je bijdrage. En ik ben je ook dankbaar voor het werk wat je doet voor de mensen daar op Curaçao. Dank je wel. Dank je wel, Stacia. Buonanotte. Ciao. Nou, ik merk dat mijn Antilliaans vooruit gaat, man. Buonanotte. Ja, toch? Douchi. Pabo mi kedu nabu tur mi bira denter. Die heb ik geleerd, hè? Anyway. Okay, luister, mijn muziekje voor vanavond is een oud muziekje, is het. Ik moet hem even in de stream zetten. Hij is... Het is gewoon een ontzettend mooi liedje, vind ik het. En ik vond hem, ik zocht een link naar waar deze tijd over gaat, over COVID-19. En ik dacht zo bij mezelf, dat ding is begonnen in Wuhan. You know? En toen is het overgesprongen naar Italië en naar Teheran en zo. Terwijl eigenlijk Peking, oftewel Beijing, veel dichter in de buurt ligt. Weet je, dus het liedje dat ik voor vanavond heb uitgekozen, waarmee ik ga eindigen. Het liedje waar ik mee ga eindigen. Heel een mooie opleiding. Ja, toch? Het liedje waar ik mee ga eindigen gaat over Beijing. And there are 9 million bicycles in Beijing. Not anymore. No, okay. Not anymore. How many? I don't know how many, but not anymore because people are driving in cars now and electrical scooters. Maar ik ben 2 keer in Peking geweest en je weet niet wat je zag, Gilly. Ja, man. Zoveel fietsen. Mensen fietsten met hun hele huis achterop hun fiets. Het was gewoon geweldig om te zien. Daarom zeg ik, there are 9 million bicycles in Beijing. Niet meer. Oké, well, whatever. In dit liedje gebeurt het. En luister naar, ken je het? Ik ken die van Django Edwards. Life could be oh so sweet if I were a bicycle seat. Nee, dat is weer een andere ding. Dat is weer een andere. Ik ga jullie groeten. Doei. Niet voordat ik gezegd heb dat dit de sterfdag was van... of de geboortedag, ik weet niet meer. De sterfdag van Anton de Kom. Van Anton de Kom. Klopt. Ik wil tegen de mensen die in Ramadan zitten, Mubarak Ramadan. Wat moet ik nog meer zeggen over vandaag? Salaam alaikum. Ja, en Yvette, ik zie je morgen. Oh nee, het is vrijdag. Ja. Dus we zijn er pas maandag weer. Ja. Tot maandag en hier komt... Doeg! Doeg! It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge, that's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warmed by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small that you're the one I love. Most of all,
the world in our side. And I'll it's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing. And you know that I will love you.